auto. Ja. Zullen deze poort gewoon open maken? Ja, graag. Ja. Want ik sta hier nog steeds achter Esmeralda en ik weet niet waar ik heen moet. Nou, er staan hier gewoon mensen te wachten, joh. Lijkt het dan in ieder geval, hè? Ja, de stad in de weg. Ja, ik dacht al zo. Die stad in de weg. Esmeralda die voelt dat soort dingen aan. En die weet af wanneer wij moeten komen. Ik moet ook even een scherpe bocht maken dat ik niet tegen iemand aanrijd, hè? Ja. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Nou, Otto? Ja? Ja, ik moet er even goed, anders wordt ze een beetje opstandig, hè? Zo. Nou, zullen we dan? Ik sta hier goed, ja. Nou, we beginnen. Ja, nee. Oh, wacht even. Als jij anders wil beginnen, heb ik liever dat je nog even daar gaat staan. Hoezo daar staan? Dat is een verrassing. Ik heb daar heel erg op gestudeerd. Verrassing? Ja, verrassing. Ik hou helemaal niet van verrassing. Nee, dat weet ik niet. Maar als je nou even daarheen gaat, dan zul je het vanzelf zien. Je zult aangenaam verrast zijn. Moet ik daar gaan staan? Ja, hier gewoon aan de zijkant. Gewoon hier. En dan mag je even naar mij kijken. Oké. Okay. Hoe ik de aankondiging doe. Ik ben benieuwd. En dat... Doe maar, Otto. Doe je ding. Dan ga ik nu beginnen, hè. Ja. Ja, we maken hier van alles mee, hoor. Ja, je weet maar nooit. Dan kijk je nergens van op. We gaan beginnen. Ja, hallo. Kijkt u gerust mee. Hij wil van dichtbij beleven, denk ik. Ik ga maar gewoon beginnen. Waarde gasten. Ja! Oh! Rustig aan, Otto. Ja, ze staat ook. Ze staat veel te schuin. Ja? Ja, veel te schuin, daar houdt ze niet van. Waarde gasten. Ja! Ik weet niet wat ze heeft, want ze werkt niet echt mee. Maar ik... Misschien dat... Oh, dit zal het zijn. Wat? Kan toch niet? Zo wil ze toch niet beginnen? Nee, dat is... Virginie heeft wederom gelijk. Waarde gasten. Zie? Ja, heel goed. Graag wil ik jullie voorstellen aan mijn vrouw Virginie. Ja. En nee. Er komt nog wat. Er komt. Het mooiste komt nog. Daar heb ik heel erg mijn best op gedaan. Nou, verras me. Ze heeft bijzondere gaven. En voor een paar gouden dukaten zal zij u helpen zich te verweren tegen het kwaad. Ze is hooglerares, fytoborist en dokter Anders Magister. In de ongeluksbestrijding. Dames en heren, een groot applaus voor een prachtige vrouw. De vrouw die alles kan. Virginie Charlatan! Ja, nu mag je wel komen. Ja. Dank u wel. Dank u. Hey! Dank u wel, dames en heren. Ja, dank u wel. Ja. Dank u wel. Otto. Ja. Ja, sorry Otto. Dat ze niet gelijk ging applaudisseren. Dat wist ik ook niet. Hè. Mijn ijzerhartje. Oh. Ik vond het heel mooi. En waar? Ik hou niet van verrassingen, maar dit was een leuke verrassing. Ja, ik vond het echt... Ik ben aangenaam verrast. Nou, dat ga ik het vaker doen. Nou, Otto? Nee, dat is geen verrassing meer. Oh, nu ook een verrassing voor jou. Echt waar? Ja, dames en heren, mag ik u dan voorstellen aan de duwende kracht achter Esmeralda. De handen op elkaar voor mijn man, Otto Charlatan. Nou, dank u wel. Ja. En graag een oorverdovend applaus voor ons draaiorgel Esmeralda. Ja. Ja, Esmeralda, daar moet ik even iets over vertellen. Komt u maar een beetje dichterbij, hoor. Esmeralda is namelijk een familie-erfstuk. Gemaakt door mijn bedovergrootvader Jozef. Kijk, hier ziet u hem. Hij was namelijk dirigent. En hij was met zijn orkest. Is hij op tournee gegaan door Europa. En zij zijn verdwenen.
Nou zijn wij, Esmeralda, Otto en ik, wij zijn hem achterna gereisd als het ware. We zijn heel zijn route gevolgd. En geloof het of niet, dames en heren, jongens en meisjes, hier op deze plek hebben wij zijn graf gevonden. Ja. Nou, op deze mysterieuze plek hier heerst onheil. Maar dames en heren, wees niet bevreesd, want met mijn goede raad ga ik ervoor zorgen dat u, waarde gasten, zich kunt verweren tegen het kwaad. Ja, kom daarvoor allemaal een beetje dichterbij. Ja, kom maar. Ja, kom maar, kom maar. Ja, jullie staan helemaal goed. Kom maar. Ja, maar ja, daar, ja, oh die afstand, maar, ja, dat ja, werkt zo niet. Ja, kom toe maar, kom maar. Kom maar een beetje dichterbij. Ja, kom maar. Op afstand kom maar, werkt het niet zo verder, goed. Ja, kom maar, kom maar. Kom maar. Heel kom maar. Goed. Kom maar. Ja, hier. Perfect. Dit is heel mooi. Kom maar een beetje dichterbij. Hoor. Kom maar. Goed. Nou, dames en heren, ik ga u vertellen. Het verweren, dat is een vaardigheid. Het is niet eens zo heel ingewikkeld. Laten we afspreken. Ik doe het voor, u doet mij na. Zijn daar vragen over? Nee. Nee? Heel goed. Nou, het verweren, dat begint eigenlijk allemaal vanuit de handen. Ja, en die handen, en doet u maar mee, hè, die gaan omhoog op een inademing. Heel goed. Doet iedereen mee? Nou, Otto? Bijna allemaal. Besef het belang. Hier, dames en heren, heerst de angst. U moet zich kunnen verweren. Anders kunt u beter meteen vertrekken. Ben ik duidelijk? Ja, voorzien. Mooi. Heel goed. Nou, weet je, we beginnen gewoon een keer helemaal van vooraf aan. Dus de voeten die plaatst u lichtjes uit elkaar. Lichtjes uit elkaar. Heel goed. En dan voel je de kracht van de moeder aarde. Als omgekeerde wortels door je schoenzolen. Je enkels langs je kuiten door je knieën bovenbenen. En dan gaan die handen omhoog. Doe maar mee. Op een inademing. En op een uitademing volgt een subtiel. Subtiel, Otto. Ja, veel zo. En nu komt het. Nu gaan wij ons verweren tegen de angst. Angst. En het kwaad. Vaas. Heel goed, dit doen wij nog een keer. Heel goed, heel goed, heel goed. U bent veilig voor dit moment. Waar is je niet? Ze pakt je maar Otto. Ontspan. Ja. Otto, kijk mij eens aan. Ja. Nu even niet, nu hè? Nu even niet. Ja. Esmeralda, muziek. Ja, ik zei het u al, die tocht die wij gemaakt hebben door heel Europa. Nou, mijn man Otto had het zwaar, hè? Ja, ik had het wel zwaar. Hij heeft een zwakke stem. Ja. Ja, die weet niet wat ik eraan moet doen. Nee, nou, je zou er eens over kunnen praten. Praten? Ja. Een regen van ver. Ja. Overwegen van God naar hem. Vol gehaarde liefde en tranen. Dat is ontzettend bestaan. Geen tijd in de tas en zonder kompas. Dat wil Esmeralda onlijker staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen. De Charlatans. Goed, oh ja, die route, ja. Wij volgen de weg die ooit Jozef heeft afgelegd. Over bergen langs woeste kusten, waar komt hij eindelijk rust? Vraag het maar af, maar ja, hier ligt zijn graf. Dat zegt Esmeralda, kom, laat maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan.
gevangen, ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan, en famous in vele landen. De charlatans. Maar dames en heren, nu hebben wij veel vragen, maar vooral deze. Ja. Wat is hier gebeurd? Ik heb huiver en angst bespeurd. Deze plek, oud en macabre, herbergt een duister geheim. Ja, ik vind het niet fijn! Nou, we moeten niet zijn, dat zegt Esmeralda. Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons uit de kaan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties om hier tot de maan, en famous in vele landen, de charlatans. Dank u wel, dames en heren, dank u wel, dank u wel. Ja. Goed. Mijn wet over grootvader Jozef, dus was dirigent en componist. Ja, samen met zijn orkest was hij op tournee door Europa om hier op deze plek mee te doen aan een belangrijk internationaal muziekconcours. Maar, en nu volgt het bizarre feit. Zowel wet over grootvader Jozef als de hele rest van het orkest, zij zijn nooit teruggekeerd. Zijn ze verdwenen? Wat voor vreemde dingen zijn hier gebeurd? Wij hopen hier de antwoorden te vinden. En wij zijn op onderzoek uitgegaan. En hier, diep in het veld, vonden wij een mausoleum. Een soort grafmonument. Ja. Totaal overwoekerd. En toen wij de begroeiing weghaalden, zagen wij een datum staan. 13 oktober 1876. En daaronder op een plakette een naam. Jozef Charlatan! Wat hadden we gevonden? Ooit was hij vanuit zijn woonplaats Parijs vertrokken om hier op deze plek te eindigen. Rondom het mausoleum zagen we ook allemaal grafstenen. Het leek wel een kerkhof. De namen waren bijna onleesbaar. Maar als eerste vonden wij het graf van de Spaanse pianist José Luigi Fernández. Oh, dat is niet waar we dat ongeluk. Ja, in Spanje, klopt. En ik zag hier al het graf van de Italiaanse mandolinespeler Luigi Trovatore. Staat bijna al. Oh, goed hoor. Stop dat. Otto, kijk dan hier. Klaviermeester Engelbert. Engelbert? Oh, dat was een aardige man. De eerste. Oh, nou, dat wist ik wel. Het is hier toch gebeurd? Hoeveel orkestleden liggen hier? Is het hele orkest hier dan geëindigd? Otto, wat heeft hier plaatsgevonden? Als laatste vonden we het graf van Ignatius, violinist. De onbekende violist. Niemand weet wie het was. Wij hadden wel gehoord van het mysterieuze, betoverende vioolspel. Wanneer de klanken van deze viool weer klonken, dan kunnen de leerlingen over mij. Deze muziek dan gebracht over het orkest? Nou, of komt het juist door deze plek? Deze plek? Ja! Ja, ja, deze plek is onheilspellend. Misschien heerst hier wel een vloek. Of een betovering. Daarom moeten wij hier blijven. Blijven? Ja, wij... Otto, wij blijven. Blijven? Blijf. Wij blijven. En Esmeralda, jij en ik, wij gaan uitzoeken wat er hier met deze graven aan de hand is. Ja. En bovendien, Otto, ja.
Zie jij al deze mensen? Ja. Nou, Otto. Met mijn gaven ga ik ervoor zorgen dat u, waarde gasten, zich kunt vermeren tegen het kwaad. Oh, Virginie, hier ligt een schone taak voor jou weggelegd, duimpje. Zeker, Otto. We zijn nu beroemd! En nu willen jullie vast wel met ons op de foto! Ja, zitten wij met ons op de foto? En met Esmeralda. Nou, mooi Otto. Ja. Ik zou zeggen één ducaat per stuk. Eén ducaat, maar... het is vandaag de eerste dag. Laten we het even voor klantenbinding een beetje gratis maken. Een beetje gratis? Een beetje, nou helemaal gratis. Helemaal gratis. Helemaal gratis. Nou, oké. U mag helemaal gratis met ons en Esmeralda op de foto. En vanaf morgen betalen dan? Ja. Ja.